Kut gut. Fijne wedstrijd, jongen. Welke speler brak in zijn tijd bij FC Groningen door als international van Australië? Rustic. Sterk, heel sterk. In 2010 kreeg Luis Suarez rood door een bal met zijn hand uit het doel te slaan in de kwartfinale. Wie was toen de tegenstander van Uruguay? Ghana. Zo, sterk hoor. Welke twee voormalig FC Groningen spelers zitten in de selectie van Japan? Joey. Dat is Doan. En Itakura. Dit is heel makkelijk dit. Ja, daarom stuitte ik ook. Ik was niet scherp. Wie was de laatste speler van FC Groningen die geselecteerd werd voor het Nederlands elftal? Sergio Pat. Waar of niet waar? Voormalig FC Groningen speler Hedwiges Maduro verloor nooit een wedstrijd in het Nederlands elftal. Waar? Ken ik. Gaat nu heel snel. Hé, hey, wat is dit dan? Aan welke club verkocht FC Groningen de huidige aanvoerder van Oranje? Celtic. Oh, ik twijfel nog even, man. Netjes. Wie was de laatste bondscoach van Oranje op een WK? Van Gaal. Ja, is goed. 2-14. Oeh. Welke huidige FC Groningen speler speelde op een internationaal eindtoernooi? Thomas Soeslof. Jezus. Dan krijgen we toch een schattingsvraag. Oh, dat is de laatste. Kijk. Mooi. Tegen elkaar. Vind ik mooi. Schattingsvraag voor de beslissing. Hoeveel doelpunten maakte Luis Suarez op een WK? Het maakt niet uit wie als eerst gaat, toch? Hoezo, begin maar? Nee, dat gaan we niet doen. Ik vind gewoon dat het eigenlijk aan hem moet vertellen en dat jij niet kan horen wat ik zeg. Hoezo? Het moet juist gehoord worden. Steen, papier, schaak. Voor wie je eerst moet zeggen. Ik zeg toch, begin maar. Maar het is toch best of three? Er werd toch gezegd, ik zag dat hier. Hey, er waren te veel regels hier. Aan vastgelapt, jongen. Oké, Suarez. Hoeveel heeft hij er gehad? Hoeveel? Hij heeft sowieso 8-9 uit eindtoernooi gespeeld. Ik denk niet eens zo heel veel. 5. Vier. Dan is Balken de winnaar. Nee. 7 goals. Zo! Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. 7 goals, vind ik veel, hè?